Slecht nieuws. Originaliteit is dood. Op YouTube is alles momenteel reageren. Reageren. En nog eens reageren. Over het algemeen doe ik daar niet aan mee. Dat doe ik al de hele dag op mijn Twitch kanaal. Maar vandaag maak ik een uitzondering. Dit is zo'n reactievideo, maar dan net ietsje anders. Ik probeer het soort van leerzaam te maken. Zoals je misschien weet, ben ik een gefaald leraar scheikunde. Maar vind ik het wel heel leuk om mensen te leren over scheikunde. Ondanks dat ik het diploma nooit gehaald heb. Dus vandaag ga ik reageren op een aantal scheikunde filmpjes. En jou uitleggen wat er nou precies gebeurt. En weet je wat? Bij de 5000 likes schrijf ik me opnieuw in voor de lerarenopleiding. Door naar de video's. Zoals je misschien wel weet, reageren alkalimetalen best wel heftig met water. Je hebt het over natrium, kalium en hoe lager op het periodiek systeem je gaat, hoe heftiger ze reageren. Natrium heb je vast al een keer gezien. Dit is kalium in water. Reageert dus heftiger dan natrium. En dit gebeurt er dan. Even schudden. Ja, nee, dus dat is waarom ze meestal voor dit soort proefjes natrium gebruiken. Hier heb je een filmpje waar ze een redelijk groot blok natrium in water gooien. Oh, jeez. Ja, ja, dat is wel fucking cool. Een ander metaal wat nogal heftig reageert met water is lithium, wat je kan kennen van de brandende batterijen. Deze gozer leek het een goed idee om wat te testen op zijn bureau. Het probleem is vooral als de reactie uit de hand loopt, zoals dit, wat ga je dan doen? Dit is oprecht mijn favoriete scheikunde video. Ik kijk deze echt wel zo nu en dan als ik me verveel. Dan check ik even deze rakker. Dit filmpje is een aantal keer op het internet gepost onder de titel Sterkste zuur ter wereld lost lepel op. En het ziet er inderdaad extreem heftig uit. Maar wat blijkt, dit filmpje is ergens een klein beetje nep. De vloeistof die je ziet is namelijk warme Mountain Dew. En de lepel is gemaakt van gallium. Gallium is een heel bijzonder metaal, want het heeft een smeltpunt net boven kamertemperatuur. Het smeltpunt ligt rond de 30 graden. Nu is kwik natuurlijk het enige bekende metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Dat smelt bij min 38. Vanwege deze interessante smeltpunttemperatuur kun je gallium laten smelten met je hand. En dan krijg je dit soort hele rare filmpjes. En als je dan de moeite doet om van dat metaal een lepeltje te maken, krijg je dus een lepel die tijdens het roeren smelt, wat de illusie geeft van 's werelds sterkste zuur. Weer een mysterie opgelost. Hier heb ik een filmpje waar iemand de bekende olifanten tandpasta doet. Maar dan met de dopper op. Ja, niet zo handig. Dit proefje heb je misschien wel voorbij zien komen in talloze YouTube-video's. Je krijgt in één keer uit het niets gigantisch veel volume aan schuim. Het filmpje kwam zelfs een keer langs in het Jeugdjournaal. En terwijl kinderen experimenteren met kleuren en glitters, doet Rick dat liever met gevaarlijke chemische goedjes. Dit mag je thuis trouwens niet proberen. Nee, je hebt ook de spullen er niet voor. Olifanten tandpasta. Helemaal tegen het plafond, zie je dat? Dit ging echt bijna verkeerd, omdat je gebruikt dus peroxide, een super bijtend goedje. En deze reactie wordt ook best wel heet. En dat ging eigenlijk dusdanig snel dat het eruit spoot. Dat ik zeg maar hete peroxide over mijn hand heen kreeg. Dus wat je voornamelijk ziet in dit experiment is eigenlijk gewoon schuim. Je voegt iets van afwasmiddel toe aan H2O2 en ik geloof kaliumjodide, een katalysator die dat H2O2 omzet in H2NO. Zuurstof, er ontstaat in één keer heel veel zuurstof terwijl er heel veel zeep aanwezig is. Boom, gigantisch veel bubbels. Dat is eigenlijk hoe het proefje werkt. Hier ging het niet zo goed en hier ging het nog minder goed. Volgens mij werd de video eventjes iets te educatief. We willen gewoon weer terug naar de keiharde scheikunde faals. Dit is een heel bekend trucje waardoor je geld kan laten branden. Je maakt gebruik van een mengsel van alcohol en water, waardoor het briefje brandt, maar tegelijkertijd nog een beetje nat blijft, waardoor het briefje zelf niet brandt, maar meer lijkt te branden. En dan krijg je dus dit heel erg coole trucje. Het probleem is dat de vlam slaat dus nu ook in een bakje aan de onderkant. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Blazen? Geen succes. Het uitproberen te maken door water bij te doen zou nog een beetje kunnen werken. Als het genoeg verdund is, brandt het niet meer. Dus je ziet het ook al minder branden. Maar ze waren nu de hele grote fout door het bakje te laten overstromen.
Nu staat je hele tafel in brand. Hey, het is gewoon een klein levenslesje hoe je om moet gaan met paniek. Niet op die manier. Deze video heeft vrij weinig te maken met scheikunde. Dit is meer natuurkunde. Voor de rest heb ik niet heel veel om uit te leggen, maar het is toch wel even leuk om te kijken. Gozer heeft namelijk een nieuwe magneet. En was even vergeten dat het onderstuk ook magnetisch is. Dit gebeurt best wel vaak, dat magneten in één keer voor best wel wat schade kunnen zorgen, die ook al wat groter is dan dit. Die kracht kan zo sterk zijn dat soms magneten die botsen zelf kapot gaan in het proces. Zoals hier bij deze neodymium magneten. Hier wil je niet met je hand tussen zitten. Oké, wat gebeurt hier? Eerst heeft Gozer een heleboel vuur dat verplaatst over iemands voet naar een fles. En daar gebeurt dan dit. Deze video gebeurt echt een hele hoop. Ten eerste, wat doet die eerste gozer? Dit is eigenlijk een heel simpel trucje. Je pakt het brandbare gas methaan en dat borrel je door water met afwasmiddel, waardoor je bubbeltjes krijgt, maar dan niet met zuurstof, maar met een brandbaar gas. Die doe je dan in je handen en dat steek je dan aan en dan krijg je dit supercoole effect waar je handen niet bij zullen verbranden. En die vlam wordt dan dus vervolgens naar deze fles getrapt, waar waarschijnlijk gewoon iets van een brandbaar gas in zit. Ik denk het wel, maar dan wel gemengd met zuurstof. Als die fles helemaal vol zou zitten met gas, is er simpelweg niet genoeg zuurstof om te knallen. In films en videogames zie je heel vaak gigantische tankers vol met brandbare vloeistof die dan BAM! In één keer uit elkaar knallen. Zo werkt dat helemaal niet. Dit zijn beelden van een brand in een gascilinderfabriek in China. En je ziet dat de gascilinders over het algemeen niet meteen uit elkaar knallen. Ze raken allemaal gewoon lek en beginnen allemaal gewoon eerst te branden. Er ontsnapt een klein beetje gas, dat heeft genoeg zuurstof, dat brandt. Voor de rest kan ik eigenlijk vrij weinig filmpjes vinden waar gascilinders daadwerkelijk ontploffen. Hier heb je er eentje die ze niet meer dicht krijgen, die in brand staat. Waar een brandweerman die fucking cilinder de trap af aan het dragen is. Dit is wel echt... In principe zou dit moeten kunnen, maar ik zou me er niet heel veilig bij voelen. Laten we daarop houden. Dit filmpje laat heel mooi zien hoe je stoom kan gebruiken om iets te laten bewegen. In het balletje zit water. Dat water verhit je met die vlam, wordt stoom. Al die dingen blazen één kant op, waardoor het balletje gaat draaien. Maar wat nou als je in dat balletje vloeibare stikstof doet? Wat kookt bij min 200 graden? Oftewel, het kookt veel sneller dan het water. Het ding gaat tering hard draaien. This is so fast. Oh crap, I can't stop it. Het is vooral wel het einde van de video wat hem helemaal maakt, ja toch? Ik wil je vragen even heel goed op te letten wat je hier ziet gebeuren. Ik wil alvast zeggen, dit is geen reactie. Dit is één enkele stof. Het is cyclohexaan om precies te zijn. En wat je hier ziet, is je ziet het koken, stollen, smelten, allemaal... tegelijkertijd. Dit is misschien meer een klein beetje neigende naar natuurkunde. Zoals je misschien wel weet, bij lagere druk kookt water makkelijker. Hoog in de bergen is het kookpunt van water lager dan 100 graden. Dat zou je dan kunnen uitdrukken in een grafiek. Bij welke druk en bij welke temperatuur in welke fase een stof is. En op een gegeven moment kom je dan achter dat er een punt is waar je precies tussen die drie fases in zit. Hou je de temperatuur naar beneden, heb je een vaste fase. Je vloeistoffase bij een hogere temperatuur en iets meer druk. En dan bij minder druk heb je de gasfase. En hier is dus een punt waar je eigenlijk op alle drie tegelijkertijd bent. Een soort drielandenpunt. En als je dus precies op dat punt zit, dan krijg je deze hele lijpe zwarte magie. In principe zou ook iets zoals water zo'n punt moeten hebben. Ik heb er even een klein beetje gezocht en ik heb hier een filmpje gevonden met het trippelpunt van water. Je ziet tegelijkertijd ijs en dat het aan het koken is. Toen ik nog stage liep als docent scheikunde, was dit een video die ik altijd heel graag liet zien. Dit is een soort aanrakingsgevoelig explosief. Het knalt zelfs uit elkaar als je het aanraakt met een veer. Dus wat gebeurt hier precies? Wat je hier ziet is een stofje genaamd stikstof-3-jodide. Jood is een halogeen, net zoals fluor, chloor en broom. Maar zoals je ook kan zien, hij staat een stukje lager op het periodiek systeem en heeft daardoor veel grotere atomen met een atoommassa van 126. Hiervan plak je er 3 op 1 stikstofmolecuul met een massa van 14. Als ik het zou moeten vergelijken met een meme, wordt het een beetje zoiets. In deze video leggen ze het ook heel goed uit. Je hebt eigenlijk 3 hele grote ballonnen die op 1 hele kleine ballon zit. Dit stofje wil heel graag niet bestaan, waardoor bij iedere kleine aanraking het uit elkaar spat. En bij die explosie ontstaat moleculair jood. En dat is een beetje paarsig. En dat verklaart dus de kleur. Dit is wel een leuke scheikunde prank, waarin je het laat lijken alsof je jezelf per ongeluk verwond hebt. Dat kun je doen voor de klas of zo.
Je maakt een soort nepbloed, maar dan met scheikunde. Om eventjes goed uit te leggen wat daar gebeurde, moeten we kijken in de Bijbel van de scheikunde, Binas. Om precies te zijn, tabel 45. De zogeheten oplosbaarheidstabel. Dit proefje gebruikt ijzer 3 chloride en KSCN, dat is kalium thiocyanide. En op het moment dat je deze twee dingen mengt, dan gaan ze wisselen onderling. Dus dan krijg je in één keer kalium chloride en ijzer thiocyanaat. En in deze tabel kun je zien of deze nieuwe stoffen toevallig slecht oplosbaar zijn in water. Hier staat kalium, hier staat chloride, de overlap is G, dat is goed. Hier staat ijzer 3 en thiocyanaat staat niet in deze tabel. Shit, ik wou een punt maken. Als hij wel in die tabel had gestaan, stond er bij ijzer 3 thiocyanaat een S van slecht. Waardoor je dus twee doorzichtige dingen met elkaar mengt en in één keer pats, ontstaat daar in één keer een vaste stof. En dat is dan hetgene wat je dus in één keer ziet als bloed. IJzer is ook vaak wel een beetje rodig. Ja, dat was het alweer voor deze video. Ik had eerlijk gezegd nog verrassend veel moeite met het vinden van echt leuke video's waar ik ook nog een beetje iets over te zeggen had. Maar hopelijk vond je het leuk. Hopelijk heb je iets geleerd en dan zie ik je misschien binnenkort bij het 10 minuten gesprek van je kinderen. Tot dan! Doei!